In een zeiltocht van 8 dagen heb ik een rondje in het Waddengebied gemaakt met bezoekjes aan Terschelling, Ameland, Lauwersmeer en Zoutkamp, Franeker en Texel. En uiteindelijk ben ik weer teruggekomen in Den Hoeven waar ik ben vertrokken. In deze vierde video vaar ik op de motor van Zoutkamp naar Harlingen via Dokkum, Leeuwarden en Franeker. Vanaf Harlingen zeil ik naar Konwerderzand en vervolgens naar Texel. En tenslotte maak ik een laatste zeiltochtje naar Den Hoever. En we zijn weer vertrokken. In eerdere video's heb ik uitgebreid aandacht besteed aan de route naar Harlingen. In deze video zal ik dat aanvullen met nieuwe beelden. Dit is de binnenzijde van Dokkum en Nieuwe Zijlen. Hier ben ik op het Dokkum en Grootdiep. In Dokkum hebben we koffie gedronken onder die grote boom. Maarten van der Weijden is dit weekend begonnen aan zijn monstertocht. Ik kom nu op een deel van zijn traject. Tijdens mijn rondreis ben ik met de veerboot naar Holwerd geweest. Zie het komende filmpje. Maar je kunt er dus zo ook naartoe. Maar Maarten moet die zeker niet afslaan. Hier is hij de vorige keer uitgeput gestopt. Vlak bij de molen hebben ze een monument voor hem gerealiseerd. Hier moet Maarten de Dokkumer E opzwemmen en eindigt ons gezamenlijke traject. Pontje Wijns, dat heet hier Oerzet. Dat is hetzelfde als Overzet, zeggen de Belgen. In Leeuwarden kan de Oldehove natuurlijk niet ontbreken. Hier zie je hoe scheef dat ding staat. Omdat ik into de pontjes ben, kon ik dit pontje en de volgende pontjes natuurlijk niet negeren. Dit is de kerk bij Deinem. Dus de reservepont van Kinderdijk. Die fungeert hier als tijdelijke brug die ze open kunnen draaien op deze manier. En dan ben ik in Franeker waar ik zal overnachten. Ik heb een avondwandelingetje gemaakt langs een paar karakteristieke plekken. Dit is het fraaie Martenhuis met bijbehorende tuin. Dit is het prachtige raadhuis. En het planetarium van IJzer IJzinga mag natuurlijk niet ontbreken. Het was helaas dicht. Dit is de beroemde kaasbaan Chucalan.
waar de jaarlijkse PC wordt gehouden. Ja, en ik ben bezig met het laatste stukje motoren op het Van Arisma-kanaal en ben nu bij de brug Kiesterzijl. Mooie draaibrug. Kijk, ze zijn aan het spuien momenteel, dus je wordt door de stroom hier naar de brug toegezet en daar waarschuw je ze voor. Ik lig hier even te wachten bij de Tjerk-Hiddensluis. Ze zijn door de sluis voor de jachtjes zijn ze aan het spuien. Ik denk dat ik dus de grote sluis mag gaan gebruiken straks. De boulders liggen hier heel ver van elkaar, dus dat is wel even lastig, maar het is weer gelukt. Die klep in het midden van de deuren kun je zien dat we inmiddels gelijk met het water van de Waddenzee staan. Hier zie je het spuien door de jachtensluis. In Harlingen heb ik koffie gedronken en natuurlijk bij Doeksen. Voor zeehondjes is het hier niet veilig met al die scheepsgroeven. Nou, we zeilen weer. Het werd wel weer een keertje tijd. We zeilen tegen de stroom in. Om 2:30 is het pas hoog water en het is nu 10:30, dus we hebben de stroom waarschijnlijk nu op zijn sterkst tegen. Maar goed, we hebben geen haast, hè. Je ziet aan de golfjes waar het ondiepe gedeelte begint. Dus hoe hoger de golfjes, hoe dieper het water en andersom. De schipper van deze klippen vond de Symfonie een mooi bootje en dat vond ik van zijn bootje ook. Ik heb na de eerdere duif opnieuw een verstekeling aan boord. De voorspelde windkracht 4 die is er nu dus en ik heb dus wel het goede zeiltje gekozen. We zijn bij Kooi bij de Zand. Een zeetje hier. Dus het waait niet eens echt hard, maar het is toch onstuimig hier. Omdat het in Kooi bij de Zand een heksenketel was, heel veel bruine vlootschepen, die krijgen allemaal voorrang. En voor de rest ook sowieso druk. Nou, dat gaat uren wachten worden, dacht ik. Dus in overleg met thuis ga ik door naar Texel. En de wind is trouwens flink aangetrokken. Ik denk dat we nu 6 hebben. Met het kleine zeiltje kan ik prima varen. Meer is echt niet nodig. Inmiddels 1 rif in het grootzeil. En daar ligt Oude Schild. Er is een schip tegenaan geknald, blijkbaar.
Nou, dan zijn we op Texel. Was niet helemaal de bedoeling, maar natuurlijk niet heel erg. S'avonds ben ik even naar Otterstaat gewandeld, waar veel meeuwen en sterren broeden. Nou, de laatste etappe naar Den Oever. En we zeilen weer. Kijk, je moet hier oppassen dat je niet door de stroom op die ton wordt gezet. Want het komt best wel snel naar ons toe. Ze ruim eromheen. Normaal gesproken zou je door de wind achter deze groene ton worden gezet. Maar door de, dat heet verleieren. Maar door de stroom gebeurt nu het omgekeerde. We verloeven dus. We gaan dus heel ruim, gewoon aan de linkerkant van de boei langs. En dan zijn we weer terug in Den Oever. En dan ligt de symfonie weer in haar box. Het witte krukje rechts versplinterde compleet toen ik afstapte met vouwfiets en zware rugzak. De schade bleef gelukkig beperkt tot een klein schrammetje op de knie. En dat was het weer.